Dit zijn onze gasten. We beginnen met het debat in de Kamer vandaag. Stevige kritiek daar op de willekeur van de coronamaatregelen die Rutte en de Jonge gisteravond aankondigden. Maar dat Nederland snakt naar openheid werd vandaag opnieuw duidelijk. Het Wilhelminapark in Utrecht werd ontruimd en dit zijn beelden uit het Vondelpark in Amsterdam. Ja, we hebben ook nog dat was dus vanmiddag, een foto van hoe het Vondelpark uiteindelijk is achtergelaten. Behoorlijke puinhoop. Kijk, dit is het dan, het resultaat alsof er een festival gehouden is. 3 dagen Woodstock was minder erg. Nou, inderdaad. Sabine Wittens, arts op de spoedeisende hulp in Tilburg. Straks praten met jou over het afgelopen jaar. En je hebt dus de allereerste coronapatiënt, patiënt zero, behandeld in het Tweesteden ziekenhuis. Hoe kijk jij hiernaar, naar deze beelden? Als je me vraagt als dokter, dan kijk ik daarnaar en denk ik, ja, wat zijn ze aan het doen? Waarom zijn ze niet gewoon thuis dan wel niet zo dicht bij elkaar? Maar tegelijkertijd, als je ook vraagt als dokter zijnde, ja, dan begrijp ik het ook. Want ik zie zoveel jongeren in een sociaal isolement zichzelf iets aandoen, omdat ze het leven niet meer zien zitten. Of medicatie. Ja, zeker. En die stijging die hebben we enorm gezien de laatste maanden. Ook bij jou op de spoedeisende hulp. Ook bij ons op de spoedeisende hulp. Waarbij het niet altijd binnen. Ja, zeker. Waarbij het ook niet altijd overleven is voor een enkeling. Dus dat is heel confronterend als het vrij jonge mensen zijn. Ja. Dus daaraan kan je dus meten ook dat het zo slecht gaat met jongeren, dat je dus dit wel ook begrijpt. Zelfs als arts. Ja. Zelfs terwijl je dus gezien hebt het afgelopen jaar wat voor gevolgen het kan hebben als we dicht op elkaar leven. Ja, zeker. Het is heel erg heftig om in zo'n jonge periode van je leven zoveel afgenomen te zien worden. En dat doet heel veel met jongeren en jongvolwassenen. Mark Bonte, arts microbioloog. Als u naar deze beelden kijkt, denkt u dan ook gelijk, oh jee, wat voor gevolgen gaat dit hebben voor de verspreiding van het virus? Ja, zo kijk ik ernaar. En de risico's zijn behoorlijk. We hebben op dit moment, schatten we per dag, 100.000 mensen die besmettelijk zijn. Dat betekent dat er in het Vondelpark, dat de kans 100% is geweest dat daar ook iemand was die op dat moment besmettelijk is. Dat is een heel andere situatie dan bijvoorbeeld in de zomer toen de Black Lives Matter demonstratie was. Toen was het aantal besmettelijke mensen geschat minder dan 5.000 op een dag. Dat is 20-voudig lager dan wat het nu is. Dus de situatie in Nederland is nog gewoon zo dat als er veel mensen bij elkaar komen, dat er een groot risico is dat er besmettelijke mensen tussen zitten en dat de verspreiding gaat optreden. Ja. En uiteindelijk willen we toch zo graag de kwetsbaren beschermen en de zorg overeind houden. En mijn gevoel zegt, en niet eens mijn gevoel, maar we zijn er bijna met de vaccins in aantocht, maar we hebben nog even nodig. Dus